ondanks het matige weer, werd maandag 18 juli toch een stralende dag voor de Izehemse voetballiefhebbers. De A-kern van KFC Izehem gaf immers de aftrap voor het nieuwe seizoen met een eerste training. De training begon met een welkomstwoord van onze hoofdtrainer Peter De Vos. Het is uiteraard uitkijken naar onze nieuwe spelers. We beginnen het seizoen met vier nieuwe spelers, waaronder doelman Stefan Verhoten, overgenomen van Waregem, maar niet aanwezig op de eerste training. De andere drie spelers zijn Boualem Merrier, afkomstig uit Frankrijk en speelde daar ook in de Franse competitie. Verder hebben we nog Nicolas Van Dille, overgenomen van Torhout KM en speelde vroeger nog in de jeugdreeksen van onder andere Cercle en Club Brugge. Als laatste hebben we Hajj Semara, eveneens van Franse nationaliteit en overgenomen van de Franse ploeg Maubeuge. Volgende week trekt de voltallige A-kern op een driedaagse oefenstage naar Oudenburg. De eerste wedstrijd is op dinsdag 26 juli op het veld van De Ruiter voor de Mandel Cup. De eerste officiële wedstrijd is een partij voor de Koffiedis Cup, beker van België, op zondag 31 juli, dit op het terrein van SK Oost-Nieuwkerken. We geven ook nog mee dat de voetbalzomerstage dit jaar doorgaat tussen 8 en 12 augustus en dit voor spelers van 6 tot 14 jaar. Deze staat dit jaar onder leiding van Lieven Knudde, oudspeler van KFC Izehem en momenteel aan de slag bij Sparta Petegem. Allee, we zijn vertrokken. We'll be right back.